Hoi allen, ik ben Tim en in deze video hebben we een paar hele interessante nieuwe Wie is de Mol hints. We bespreken onder andere hele interessante gemiste hints en aanwijzingen, een opvallend patroon in de eliminaties en follow the money, en de biechttijd van de kandidaten uit aflevering 3. We beginnen deze video met een paar korte hints en aanwijzingen die we gemist hebben. Allereerst een theorie met de afleveringstitel Spelbreker. Als Nabil en Sander namelijk aan het zoeken zijn naar het kistje, ziet Nabil dit kistje niet. Kan zijn dat hij mol is en zo. Het lijkt namelijk alsof hij hem wel ziet. Vervolgens lopen ze beide de kapiteinshut weer uit. En hierna komt Daniel en hij vindt het kistje wel. Is dan Daniel de spelbreker van potentiële mol Nabil? Dus oftewel, is Daniel hier een molactie van Nabil aan het dwarsbomen? En dat kan je dan leiden aan de afleveringstitel Spelbreker. Dan natuurlijk ook nog het eentje wat steeds terugkomt. In aflevering 1 op de schouw, in aflevering 2 bij de propwinkel. In deze aflevering begint Soy als eerst over een eendje tijdens opdracht 2. En Ranomi maakt er dan uiteindelijk Peking eend van. En tot slot, in de volgende aflevering zien we dat ze een groot bad eendje gaan verplaatsen. En dit kan natuurlijk ook een grote hint zijn richting Ranomi. Maar het kan vanaf nu ook op bijna iedereen wel gaan slaan. Dus we gaan zien of de hint iets waard is. Ook nog een hint die te vinden is in het rijtje woorden in de laatste opdracht. Je kan er namelijk met fantasie Mol Nabil uithalen. En die is gevonden door Siem en dat is best wel een grappige hint om te delen. Ik denk zelf alleen niet dat het iets te maken heeft met Nabil. Dan gaan we even follow the money erbij halen. Daar valt ons iets vrijwel geks op. Dit schema is gemaakt door wiedemol.nl op Instagram. Hierin is best verdacht dat Daniel tot op het heden maar 164 euro heeft verdiend. En de kandidaat die daarna het minst heeft verdiend is Jurre met 413 euro. Wat kan je hierover zeggen? Daniel heeft dus echt maar 164. Dat is echt heel weinig ter opzichte van de tweede minst verdiende kandidaat. En dat is Jurre met maar 413. Dat is ook niet veel als je kijkt naar wat er allemaal verdiend is. Maar Daniel die blijft dus lekker onderaan hangen. De fanatieke en o zo goede Daniel Verlaan verdient zelf het minst. En vervolgens speelt hij in de derde opdracht van deze aflevering. Ook nog eens 2000 euro uit de pot door voor de drie jokers te gaan. En niet te vergeten dat hij degene is die het kistje met het blaadje van de keuze tussen jokers uiteindelijk heeft gevonden in de kapiteinshut. Mijn mol is en blijft Daniel. En ik zie een link tussen de acties van Jan Versteeg en Dennis Wening in hun seizoen. In dit patroon wat Daniel waarschijnlijk ook aan het volgen is. Maar goed, we dwalen natuurlijk weer lekker ver in de tunnel. Abonneer snel om op de hoogte te blijven van alle wekelijkse Wie is de Mol hints en theorieën video's. Oké, de eliminatie. De afgelopen aflevering is het steeds de vierde kandidaat die een rood scherm krijgt. Het getal 4 komt dus wederom een paar keer terug. Daarbij kun je zeggen de vierde kandidaat in de leader is Daniel. Daarnaast is de vierde letter in het alfabet de letter D van Daniel. En dit gaat natuurlijk weer heel erg richting Daniel. Nog iets opvallends. De eerste afvaller zet meestal altijd in op de mol in aflevering 1 al. En Sarah zette in aflevering 1 in op Vrouwtje, Ranomi, Daniel en Sander. Nou, we weten natuurlijk van Vrouwtje en Sander dat ze zijn afgevallen. Dus dan blijven er nog maar twee opties over en dat zijn Ranomi en Daniel. En in afgelopen seizoenen is dat altijd goed geweest, dat uiteindelijk de afvaller op de juiste mol zat. En dit keer kan het dus of Ranomi of Daniel zijn. En die theorie die klopt zeker best wel goed. En daar hou ik mij steeds aan vast. Op Instagram vertel ik je de dagelijkse hints en theorieën uit de aflevering. Neem hier vooral ook een kijkje. Dan ook nog even de biecht uit het aflevering 3. Hierin valt op dat Nabil ineens maar 23 seconden biecht. En Ranomi blijft hetzelfde. Aniek heeft weer iets meer. En Sander ineens veel minder. Terwijl hij de afvaller was. Wat kan je hier nou mee? Niet veel, maar hier zijn in ieder geval in beeld de drie schema's met alle verschillen tussen de aflevering. Ik denk dat ze dit keer met de biechten een beetje wat aan het cirkelen zijn. En dat niet zozeer de afvaller de meeste biechttijd krijgt. Verder nog een update over het offline schema met de periodes waarin de kandidaten offline waren tijdens de opnames. Via Instagram, Twitter of Facebook. In de aflevering is namelijk te zien dat Daniel en Anke hun telefoon in de hand hebben. Zouden we hieruit dus op kunnen maken dat we niks hebben aan de offline data's van de kandidaten?
je zou aan de ene kant zou je ook nog kunnen zeggen van, goh, je hebt er juist wel wat aan. En dat de kandidaten pas dingen gingen posten toen ze in het afvallershotel zaten. Ook nog even een gekke uitspraak van Rick. Hij zegt namelijk aan het einde vertroebeld van zijn stukje in het begin van de aflevering. Dit kan je natuurlijk leiden naar troebel water. En wie heeft er veel gezwommen met Olympisch zwemkampioen? Juist, Ranomi Kromowidjojo. Dan nog een gekke post op de story van Daniel. Hij postte namelijk dat hij in een restaurantje zat met wat het lijkt een biertje of een ander drankje. En hierop is Van Mol te lezen. Probeert hij hiermee geinig over te komen met van ik ben de mol? Of is het gewoon een leuke grap van goh, ik heb meegedaan en wie is de mol? Blablabla. Het zou leuk zijn als hij uiteindelijk de mol blijkt en dit heeft hij voor de grap dus gepost. Tot slot even iets goed nieuws en slecht nieuws. Het goede nieuws is dat AfroTros heeft bevestigd dat er een live finale wordt gehouden bij het Vondelpark in Amsterdam. En het slechte nieuws is dat er geen fandag is dit seizoen. Geen fandag. Daar ben ik en duizenden andere molloten op social media het totaal niet mee eens. We vinden het allemaal heel erg jammer. Op het wiestemol.com forum zijn ze zelfs al bezig met kijken naar eventuele andere opties. Dus andere fandagen of een eigen fandag verzinnen. Vind ik erg jammer van AfroTros. En ik hoop dat ze dat zeker wel weer volgend jaar gaan doen. Want een fandag maakt toch echt het seizoen van Wie is de Mol af. Oké, nou even nog even een disclaimer. Nadat ik deze video heb gemaakt, zijn er voor mij nog maar twee potentiële mollen in het spel. Namelijk Daniel en Ranomi. Ik ben er best wel erg van verzekerd dat één van deze twee sowieso de mol is. Ik heb Soy afgestreept. Die is te veel in beeld, te veel aan het mollen. Ik heb Jurre afgestreept, verdient best wel aardig wat geld. Is ook best wel veel te zien in de biechten. Doet gekke dingen op Instagram met stories. En ik zie gewoon geen mol in hem. Dan heb je ook nog Nabil. Nabil die wordt ook een beetje gek in de montage gebracht. Hij laat zich expres afschieten en zo. Nabil zou enigszins van de andere kandidaten het hoogst zijn die nog eventueel mol kan zijn. En dan heb je ook nog Aniek. Aniek die komt veel te veel met molacties in beeld. Te warrig, te dit, te dat. Lijkt heel erg op René, alleen dan een René in meer vorm in het beeld. En dan heb ik ook nog tot slot natuurlijk Anke. En Anke is eigenlijk gewoon een goede kandidaat. Dat zie je ook gewoon aan haar als ze praat tijdens de biechten. Ze verdient ook veel geld voor de pot. Echt wel veel geld voor de pot. En is in de biechttijd ook gewoon een beetje biechterig. En heeft natuurlijk een bondje met de mol die zij zelf ook niet vertrouwt. Zo te zien in het gesprek van de blind date samen. Nou, dat was weer een hele mond vol woorden. Ik hoop dat jullie genoten hebben van deze video. Bedankt ook weer voor het kijken. Abonneer snel mocht je dit nog niet gedaan hebben. En laat in de reacties zeker weten wat je van deze theorieën of hints vindt. Daarnaast zal de hints en theorieën video van aflevering 4 later in volgende week online komen. Zodat ik meer tijd kan nemen om hints en theorieën op een rijtje te zetten van de aflevering. Dus aankomende zondagochtend geen video om 8 uur. Maar waarschijnlijk ergens in de loop van volgende week. En dan zie ik jullie natuurlijk weer de volgende keer. Laters.